Sauer, talentvolle aanvaller van PSV, die zijn officiële debuut voor PSV direct bekroonde met een doelpunt in de wedstrijd tegen VVV Venlo. Zijn moeder in tranen, zijn vaderland in totale blijdschap. Mauro Junior, opgegroeid in het Braziliaanse São Paulo, is 18 jaar, geboren op 6 mei, hij is aanvaller van beroep en heeft een uniek linkerbeen. I did see players before play here, Romario, Ronaldo, and now I will play here. It's my dream. Drop that shit. De eerste aanraking tussen Mauro en PSV is in de zomer van 2013. Mauro is dan 14 jaar en plaatst deze foto op zijn Instagram. Het is moeilijk, door mijn dromen vergeet ik wel eens de realiteit, maar ik denk liever dat alles mogelijk is, schrijft hij erbij. En vanaf dat moment doet Mauro mee aan verschillende stages bij PSV. Soms blijft hij wekenlang bij een gastgezin om verschillende oefenwedstrijden te kunnen spelen in de jeugd van PSV. Maar hij begint pas echt op te vallen bij PSV onder 19, afgelopen zomer bijvoorbeeld, tijdens de Ottercup, waar hij de smaak maakt. Wordt en wordt verkozen tot de beste aanvaller van het toernooi. De vervolgstap naar onder 19 is al snel Jong PSV, waar hij op 21 augustus debuteert in het betaald voetbal in de wedstrijd tegen De Graafschap. Van Carolina, uiteindelijk toch alsnog Mauro Junior. Die maakt zijn actie wel, de Braziliaan. En daar is hij bijna bij zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. De 18-jarige Mauro Junior. Mauro gaat steeds regelmatiger meetrainen met de selectie en valt niet alleen op door zijn manier van voetballen, maar vooral ook door zijn professionele, kalme en verstandige houding. Trainer Philippe Cocu wil meer van hem zien en daarom gunt hij hem tijdens een oefenwedstrijd met het Mexicaanse Pachuca een kans. Oei, een half metertje gaat hij naast. Maar het allermooiste moment van dat jaar voor hem moet dan nog komen. Op 15 oktober 2017 in de wedstrijd tegen VVV Venlo valt hij na rust in voor Steven Bergwijn. En bekroont hij zijn officiële debuut voor PSV 1 met dit moment. I think my mom almost cried. So yeah, I'm just so happy. Mauro Junior, een jongen die zowel als aanvaller als als middenvelder uit de voeten kan. En hoe dat zich dat dan weer ontwikkelt, dat moeten de komende jaren natuurlijk gaan uitwijzen. Maar vast staat in ieder geval wel dat deze Braziliaan een jongen is waar we in de toekomst rekening mee moeten houden.